Welkom bij de online speluitleg van Spokentrap het Kaartspel. In dit geheugenspel voor jong en oud gaat het er chaotisch aan toe. En het is ook nog eens lekker kort. Doel van het spel: Probeer te onthouden waar de vier kinderen liggen. Draai steeds weer een kaart om van de gedekte stapel en voer de bijbehorende actie uit. Soms moet je raden waar een kinderkaart ligt. Heb je het goed? Dan win je de aflegstapel. Wie aan het einde van het spel de meeste kaarten heeft, wint het spel. Het speelmateriaal Leg het tableau midden op tafel. Neem vier verschillende kinderkaarten en leg ze met het spook naar boven aan de zijde met dezelfde kleur. Schud alle andere kaarten en leg deze als gedekte stapel op tafel. Nu kunnen we beginnen. Het spelverloop Noah begint. Zij draait de bovenste kaart van de aflegstapel open. Daarna voert zij de bijbehorende actie uit. Er zijn vier verschillende soorten kaarten: kinderkaarten, ruilkaarten, schuifkaarten en raadkaarten. Draait Noah een kinderkaart om, dan moet zij raden aan welke zijde van het tableau het kind met deze kleur ligt. Heeft zij het goed? Dan krijgt hij alle kaarten van de aflegstapel. Heeft hij het niet goed, dan mag de volgende raden. Dit gaat net zo lang door totdat iemand het goed heeft en de stapel wint. Het spel gaat daarna gewoon met de klok mee verder. Draait Noah een ruilkaart om, dan moet zij twee kaarten van plaats wisselen, zonder de onderzijde te bekijken. Draait Noah een schuifkaart om, dan moet zij één kaart naar de lege zijde van het tableau verplaatsen, zonder de onderzijde te bekijken. Draait Noa een raadkaart om, dan moet zij raden welke kinderkaart aan de witte zijde van het tableau ligt. Heeft ze het goed, dan krijgt ze alle kaarten van de aflegstapel. Heeft ze het niet goed, dan is haar beurt afgelopen. Het spel gaat dan gewoon met de klok mee verder. Einde van het spel. Het spel is afgelopen als de gedekte stapel en de aflegstapel leeg zijn. Wie de meeste kaarten voor zich heeft, is de winnaar.